Voorzitter, ik werd dit weekend in de FOMAR bij mij om de hoek aangesproken door een oudere man, tenminste ouder, achter de 50. En die zei, doe alsjeblieft je best, ik werk eindelijk weer vast. De man installeerde keukens. En zei, ik ben ontzettend bezorgd dat het nu toch misgaat. Ik raakte met hem in gesprek, zei, ik kan je natuurlijk niks beloven, want moet eens kijken wat er over ons heen rolt. En hij zei, ja, maak het in ieder geval, doe er alles aan om te zorgen dat ik in dienst blijf. Volgens mij is dat ook onze opdracht nu. En we zien dat er al 10.000 mensen hun werk kwijt zijn geraakt. We zien dat voor 10.000 zelfstandigen, paf, al het inkomen wegviel. We zien voor heel veel ondernemers, ja, als je kroeg dicht moet, is de omzet weg. Dus het is echt heel erg heftig wat er gebeurt. En waar dat virus zelf je organen dreigt aan te tasten, is de economische fallout nu een aanslag op de bestaanszekerheid van ongelooflijk veel Nederlanders. Dat betekent dat het wat mij betreft geen tijd is voor verdeeldheid. Daarom begreep ik niet zo goed dat er het kabinet in een totale confrontatie met de vakbeweging de zomermaanden in wil. En vind ik het dus verstandig en een compliment waard dat het kabinet met gesprekken nu er wel uit is gekomen. Dat is belangrijk, want er zijn nog heel veel moeilijke keuzes te maken. Die ontslagboete is voor mij een hele belangrijke prikkel, een financiële prikkel, om mensen niet te ontslaan. Ik vind het wel heel belangrijk dat nu de grens op 20 gelegd is, er opgelet wordt dat je niet straks 10 keer 19 mensen gaat ontslaan. Dat er niet handige jongens, we hebben ze de afgelopen maanden ook voorbij zien komen, alsnog die regeling gaan omzeilen. Voorzitter, het tweede punt waar ik het kabinet over wilde horen, maar dat heb ik met de heer Heerma net besproken, dat van werk naar werk. Kunnen we daar afspraken over maken om te zorgen dat het ook vanuit de baan gebeurt? Dus er is zeker een klein deel van de mensen die dat voor zichzelf konden organiseren, maar het moet wat mij betreft vanuit de baan gebeuren. En het derde, en ik vind dat, ik heb er wel begrip voor dat dat nu niet in dit pakket zit, maar er zijn sectoren met specifieke eigenschappen die het extra moeilijk hebben in de recreatie, in de horeca, in de cultuur, waarvan ik bij het kabinet een visie zou willen hoe zij die crisis kunnen overleven, hoe ze daar sterker uit kunnen komen. En dat zit hem in individuele bedrijven of werknemers. Ik had het met Van Wijnberg over die makers die nu er doorheen vallen. Maar het zit hem ook in nadenken. Wat voor cultureel leven willen we hier straks in Nederland hebben na die coronacrisis? Wat heb je daar dan nu voor nodig? Want als je niet uitkijkt, is de boodschap, ga je allemaal maar omscholen. En heb je straks een veel kariger, minder leuk land. En ook een minder rijk land in de letterlijke en de figuurlijke betekenis van het woord. En we hebben voorstellen gedaan, bij de amendementen bij de voorjaarsnota gemaakt. Ik heb eerder met Klaas Dijkhoff een motie ingediend om daar naar te kijken. Ik snap dat het niet nu kan in dit pakket, maar het is wel echt belangrijk dat het kabinet ook daar niet alleen maar zegt wat is het een erge crisis, maar het gesprek aangaat hoe kunnen we onze economie ook sterker maken. En er hoort wat mij betreft ook bij bedrijven stimuleren de verandering door te maken die ze toch moeten doormaken als je het hebt over duurzaamheid. Voorzitter, mijn laatste punt, dat gaat over de mensen die de klap al hebben gekregen. Want zoals zo vaak is er een enorme groep flexwerkers, zelfstandige oproepkrachten die meteen daaruit vloog. En is de groep waar tot op heden nog geen oplossing voor is. Nou is er een Kamermotie over aangenomen en ik weet dat er hard aan gewerkt wordt. Maar ik zou toch echt een klemmend beroep willen doen om daar naar te kijken. En ook dan maar een klein beetje risico te nemen. Ik snap dat dat eigenlijk ingaat tegen de intuïtie. Maar een klein beetje risico te nemen dat je een zelfstandige helpt, of een jongere helpt, of een oproepkracht helpt, die er dan misschien 100 euro op vooruit gaat. Want de situatie nu is voor heel veel mensen echt armoede. Armoede, het gaat niet over vakanties naar het buitenland die niet doorgaan. Nee, het gaat gewoon over schoenen voor de kinderen. Het gaat over het eten, het gaat over de huur. Dus alsjeblieft, kijk daarnaar. En laten we ook die les meenemen. De kwetsbaarheid van een te flexibele arbeidsmarkt, het sprookje over al die enthousiaste ondernemers die zelf kiezen voor flexibiliteit, dat is nu uit. Zekerheid voor iedereen moet de opdracht zijn voor een komend kabinet.